NDP-parlementariër Anis Sadi wil ervan overtuigd zijn dat de komende verkiezingen vlekkeloos verloopt en met geen dag wordt uitgesteld. Ze heeft echter een zwaar hoofd kijkend naar de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die belast is met de organisatie van de verkiezingen. Ze geeft aan dat de BISA-minister een commissievergadering zou hebben gezegd dat er met 50% is geknipt in de begroting van het ministerie. Voorzitter, hoe dan? Het ministerie van Binnenlandse Zaken is geknipt met 50%. Daarom, voorzitter, via u aan de minister van Binnenlandse Zaken, minister Brontosumaharjo, ik wil gedetailleerde begroting voor de komende 18 maanden. Alles rondom de pre- en post-electorale activiteiten voor de komende algemene, vrije en geheime verkiezing in 2025. Voorzitter, nog steeds via u. Ik wil het benadrukken, waarom mijn bezorgdheid. Ik zie bij Binnenlandse Zaken post OKB dat het niet is opgenomen, dus geen begroting. Post 1203 verkiezingen, pre- en post-electorale activiteiten, is bij nota van wijziging met 1 miljoen geknipt. Sadi vraagt zich ook af of er genoeg ID-materiaal is voor nieuwe aanvragen. De bewindsman zou wel hebben aangegeven dat er genoeg ID-materiaal is voor reeds ingediende aanvragen. Echter wil Sadi ervan verzekerd zijn dat burgers die hun ID-kaarten moeten vernieuwen voor de komende verkiezingen dat wel kunnen doen. Wat about het jaar dat nog komen moet? De nieuwe aanvragen, 18-jarigen. Mensen die blijkbaar hun ID-kaarten kwijt. Iedereen maakt zich op voor de komende verkiezing. Wat gebeurt dan met die groep? Vandaar dat ik via u, voorzitter, vraag. En ik zal achter de broek van de minister aanzitten. Om van overtuigd te zijn. Ik wil het benadrukken hoe serieus het is. Ja, u mag wat opmerken, meneer Afian Kooi. No matter. Maar... Binnenlandse Zaken, voorzitter, is het ministerie waar ik me echt zorgen maak. Daarom via u gedetailleerde begroting in alle facetten rondom de verkiezing. Sadi benadrukt dat behalve over het ministerie van Binnenlandse Zaken, ze ook informatie heeft dat er flink geknipt is in de begrotingen van andere ministeries zoals die zijn ingediend. Ze vraagt zich af of met de bedragen die nu zijn opgenomen voor de ministeries alle prioriteitsbeleidspunten uitgevoerd gaan kunnen worden.